gaat verder deze, ja of nee? Gestofzuigd. Het is een heel bijzonder vreemd boek. Oké, we lopen een beetje tegen een klein probleempje aan. Er komt een oplossing. Ik weet alleen nog niet welke. Ik heb ze echt volledig de plank misgeslagen bij mij. Goedemorgen allemaal. Leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe vlog. Het is dinsdag. En het is 9:30 en ik ben al aangekleed en ik heb mijn ontbijt al op en ik zit met een kopje thee op de bank. En dat is voor mij op een vrije dag echt vroeg. Nou ja, vroeg, als ik naar de fysio moet of zo, dan ben ik vaak ook wel up and running, zeg maar, zo laat. Maar voor mij is dit echt, als ik een vrije dag heb, dan kan ik soms ook echt tot 12 uur of 1 uur in bed liggen. Gewoon omdat ik... 1. Mijn bed zo lekker vind liggen. En 2. Omdat ik gewoon moe ben. Ik zie er nu ook best wel moe uit. Ik ben ook best wel moe. Maar ik heb wel heel veel op de planning voor vandaag. Op mijn vrijdag. Tenminste. Nee, ik ga eerst mijn leesupdate geven. Ik heb gisteren namelijk in de trein in 1 dag. Ja, ik moet de sticker er nog afhalen. Voor ik je loslaat uitgelezen. En... ik moet zeggen dat ik halverwege het boek even zoiets had van ga ik het verder lezen, ja of nee? Omdat het af en toe een beetje spooky is. Maar het is mij eigenlijk nog steeds niet helemaal duidelijk of het nou echt spooky is of niet. En het is heel klein beetje en ik had zoiets van ik ga toch verder lezen. Ja, het gaat over Corey en Corey die is opgegroeid in Lost Creek. En Lost Creek is een kleine gemeenschap in Alaska. En dat is echt zo'n gemeenschap die alleen maar zichzelf heeft, zeg maar. Alleen maar de mensen die daar wonen. En Corey is opgegroeid met Kira. En Corey die gaat op een gegeven moment verhuizen met haar moeder. Omdat haar moeder een baan in Canada krijgt. En dan belooft Corey terug te komen in de voorjaarsvakantie. Maar dan krijgt ze vlak voordat ze teruggaat, krijgt ze het bericht dat Kira zelfmoord heeft gepleegd. En dan gaat Corey naar Lost Creek om voor het afscheid van Kira. En wat ik gewoon zo gek. Het is een heel vreemd boek. Het is een heel bijzonder boek. Een heel klein beetje spooky dus. Maar niet dat ik dacht van dit kan ik niet lezen of zo. Het is echt heel weird. Het heeft wel een aantal hele rake quotes. En ik vond het daarin heel goed. Ik vond dat de emotie van Kira, want je leest zeg maar vanuit Corey op het moment dat Kira is overleden. Je leest vanuit de tijd voordat Corey naar Canada vertrok. En je leest fragmenten van brieven van Kira aan Corey. Sommige brieven zijn nooit verstuurd, sommige brieven heeft Corey wel gekregen, maar heeft ze niet geantwoord. Dus je krijgt een heel goed kijkje in Kira's leven en in Corey's leven. Maar de emoties van Kira, die vind ik echt zo enorm goed uitgewerkt. Dat ik weet niet hoeveel sterren ik dit boek moet geven. Het is een heel bijzonder vreemd boek. Meer kan ik er eigenlijk, ja. Ik kan het niet anders beschrijven. Ik weet niet of ik kan vertellen waarom het zo bijzonder is. Want ik vind dat ik dan spoilers weggeef. En dat wil ik niet. Want dat staat niet op de achterflap. Ja. En dan wil ik het niet zeggen. Er wordt wel gezegd een spannend en ontroerend verhaal over vriendschap, schuldgevoel en opgroeien als buitenbeentje in een gesloten gemeenschap. Daar ben ik het helemaal mee eens. En het is geen thriller. Dit boek intrigeerde mij zo omdat het een thriller voorkant heeft en er op de achterkant stond een geweldige roman. Maar dit is echt een roman. Maar wel een bizarre roman. Met een thriller tintje. Het is een heel bijzonder boek. Het is heel gek. Heel, ja. Ik zei tegen Chrissy, ik zei in de Lees 5 Koop 1 groep dat ik hem in 1 dag uit had. En toen vroeg Chrissy, wat vond je ervan? En toen zei ik bijzonder. En ik denk dat... Echt, ja. Kijk, en het spooky gedeelte. Kira heeft het idee, of Corey heeft het idee dat ze een liedje van Kira hoort, die Kira vaak zong. Of dat de vloer kraakt op het moment dat ze ergens loopt. Maar het is niet heel erg duidelijk in het boek of het echt... Het spookt niet echt, zeg maar. Het is vooral Corey's gedachten...
Je komt er niet echt achter of het echt spookt of dat het Corrie's gedachten zijn terwijl ze rouwt om het verlies van haar beste vriendin, zeg maar. Dus ik had... Ja, ik vond het een beetje lastig, want ik lees over het algemeen geen spooky verhalen. Het is ook niet... Ja, ik vond het een beetje lastig. Maar ik had voor mij zoiets van... Ik vind het spooky gedeelte... Het is niet duidelijk dat het echt spooky is. Plus, het was echt zo minimaal, zeg maar. Dat ik dacht van, nou, ik wil toch wel weten... hoe het nou verder gaat. Dus ik heb hem uitgelezen. Ik weet nog niet hoeveel sterren ik hem ga geven. Maar dit is wel boek nummer... 7 van februari. Ik hoef eigenlijk alleen nog van mijn TBR van februari... alleen nog voor ik ga slapen lezen. En het is vandaag 28 februari. Misschien ook die vandaag al lees. Misschien niet, want ik heb plannen voor vandaag. Dat had ik gezegd. Ik ben iemand, ik weet niet of jullie dat herkennen... die er niet tegen kan als alles heel lang hetzelfde blijft staan. En heel lang bedoel ik eigenlijk een paar maanden mee. En het staat nu al zeker meer dan een jaar, denk ik, zo zoals het nu staat. Ik kijk nu rond in de woonkamer. Plus het is weer een rotzooi. Dus ik dacht, als ik nou 2 vliegen in 1 klap doe, ik pleur gewoon alles in tassen. En dan ga ik het gewoon even helemaal herorganiseren. En dan ga ik daarna gewoon 1 voor 1 die tassen lekker uitzoeken. En dan heb ik en... mijn woonkamer weer gereorganiseerd. Als in zeg maar, het staat weer anders. En dan heb ik weer een frisser gevoel. Sorry. En het idee dat ik weer in een ander huis woon of zo. En ik heb opgeruimd. Dus. Ik ben wel onwijs moe. Ik weet niet hoe ik het ga volhouden. Maar ik heb er wel heel veel zin in. En dat helpt heel erg bij ADD. Als ik namelijk ergens zin in heb. Dan kan ik er echt 100% voor gaan. En ik heb er nu heel erg veel zin in. Terwijl het kan ook ineens zo zijn dat ik 2 uur bezig ben. En dat ik het dan niet meer zie. En dat dan zeg maar de bank half scheef staat. En de tafels net een centimeter zijn verschoven. En er overal tassen liggen met spul. En dat ik dan zoiets heb van... Ik zie het niet meer. Ik heb er geen zin meer in. Mijn motivatie is weg en ik kan het niet meer. Maar we gaan van het positieve uit dat het vandaag gaat lukken. En misschien film ik ook wel. Dat weet ik nog niet. Misschien ook timelapse film of zo. We shall see. Ik denk wel dat ik eerst alles in zakken ga doen. Want zoals het er nu uitziet, schaam ik me wel een beetje. Zeg maar, tafeltjes nog redelijk netjes. Maar de rest eromheen is gewoon. Dus. Ja. Dat is het begin van deze vlog. Oh ja, en ik ga vandaag ook de vlog editen. Maar hoeft niet al te veel werk te zijn waarschijnlijk. Want het is een... Ik heb maar 3 dagen gefilmd. Dus ik denk dat ik dat eerst ga doen, want dan kan ik tijdens het editen... Nee, ik ga eerst de video's downloaden. Dan ga ik tijdens het downloaden de spullen alvast in de tassen gooien. Dan ga ik de video editen en als de video dan geëdit is en aan het exporteren is en op YouTube aan het uploaden is... Dan kan ik zeg maar wat gaan doen hier in de woonkamer. En dan als die bijna klaar is om te uploaden op YouTube, maak ik even een thumbnail. Ik denk dat ik dat ga doen. En dan ben benieuwd hoe het er vanavond uitziet. Maar ik ben dus op tijd opgestaan. Ik was om 8 uur al wakker, maar ik heb tot 9 uur in bed gelegen. Dus ik ben kind of trots op mezelf. Een beetje dan. Want ik heb me voorgenomen om niet meer om mijn vrije dagen tot 11 uur in bed te liggen of zo. Maar uiterlijk 10 uur op te staan en dat is gelukt. Dus yes. Ik zie jullie bij de volgende update en jullie zien wel... Of ik heb gefilmd vandaag, dat weet ik nog niet. Ik denk het wel. Ik denk dat ik het zelf ook wel leuk vind om het proces te zien. We shall see. Hoi, update van mij. Ik zit nog steeds op de bank hier, dus die is nog niet verplaatst. Er is op dit moment nog niks verplaatst. Ik heb wel de stoel die zeg maar normaal gesproken tegenover staat bij de dressoir, zeg maar. Die heb ik aan de kant geschoven, waardoor ik straks het bureautje... kan weghalen, zodat ik de bank kan verplaatsen. Maar ik denk dat ik eerst eventjes waar de stoel stond ga stofzuigen. Er zal ook wel heel veel meuk uit onder de bank vandaan komen. Zodat alles gewoon ook weer helemaal gestofzuigd is. En ondertussen is het... Mijn horloge is bijna leeg.
tien over één. En ik heb hier Luna zitten en daar de laptop staan. Dus ik heb mijn vlog geëdit. Als het goed is, is hij aan het uploaden op YouTube. Ik moet alleen de thumbnail nog maken. Ik heb films opstaan als achtergrond. Ik heb heel veel spullen in tassen gedaan. Ik ben nu bezig met mijn puzzels even in de tassen te doen. Dan ga ik dus even stofzuigen en dan ga ik proberen om de bank te verplaatsen. Dus ik ben benieuwd of het gaat lukken. Ik denk het wel hoor, maar we moeten even kijken. Ik heb er in ieder geval zin in. En ik heb nog steeds zin in het herorganiseren. Het gaat wel langzamer dan ik had verwacht. Nou, niet langzamer. Het kost me meer tijd, maar dat komt ook omdat ik de vlog heb geëdit. De vlog editen duurde toch wat langer dan ik had verwacht. Ben er toch wel dik een uur mee bezig geweest. Dus ik ga verder aan de slag. Zoals jullie hebben gezien in de timelapse heb ik de bank verplaatst. En nu heb ik best wel dorst. En ik denk dat ik straks maar even ga stofzuigen waar de bank heeft gestaan. Zoveel zand. Katjes zijn helemaal blij, want al hun oude speeltjes die kwamen van onder de bank vandaan. Maar ik ben in ieder geval heel trots op mezelf dat ik dit heb gedaan. Want ja, het is toch weer een... een dingetje. Dan kijken of ik nog toekom aan de rest. Vast wel, want zo kan ik het niet laten staan. Zo komt Miek wel niet eens binnen. Maar het is nu. Mijn batterij is nog steeds bijna leeg. Nou. Bijna 2 uur. Dus echt... echt trots op mezelf. Ik ga even een nootje afpakken van Coco. Oké, we lopen een beetje tegen een klein probleempje aan. Ik zeg we, maar ik. ik wil daar een bureautje hebben staan. Maar die gitaren die hangen daar natuurlijk. Dus dan kunnen de... 1. De katten kunnen dan makkelijk bij die gitaar. Wat ik denk niet dat Miek wel dat heel erg prettig vindt. En 2. De schermen kunnen dan niet erop. Of ik moet het niet tegen de muur zetten, maar iets ervan af. Dus ik denk dat ik nu eerst dit gedeelte ga doen. Dus de tafeltjes, de tv en het kleed. En dan even verder gaan bedenken wat ik met het bureautje doe. Want ja, ik heb geen zin om de gitaren weer ergens anders te hangen. Want die hangen daar juist perfect. Dus ja. En ik heb ook geen zin om alles weer terug te moeten zetten. Dus er komt een oplossing. Ik weet alleen nog niet welke. Stay tuned. Oké, ik film toch maar weer gewoon zonder mijn tripod. Want het is de hele tijd tik, 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 tik. En dat vind ik irritant. Ik ben op het moment eventjes in een dipje beland. Omdat ik even niet weet hoe ik verder moet. Dus ik ga heel even een pauze inlassen. En misschien even wat eten, want het is ondertussen 2:30 en ik heb nog niet gegeten. Ja, wel ontbeten, maar niet geluncht. En misschien heb ik dan weer wat goede moed. Ik heb wel een idee, maar ik moet het uitvoeren. En dat is op dit moment eventjes... komt wel goed. Ik herken het heel erg. Ik moet nu gewoon even een break nemen en dan komt het vast wel weer goed. Maar ik dacht, ik geef jullie wel even een heads-up. Sorry voor het geluid op de achtergrond dat de magnetron niet aanstaat. Maar zo ziet het er nu uit.
En het enige wat ik nu veranderd heb dus, is dat het bureautje, dat stond daar. Want ik heb heel dom geen voorvideo gemaakt. Maar het bureautje stond daar. En de bank stond zo. Nee, grapje. Zo, hier zo. Voor de rest staat alles eigenlijk nog hetzelfde. Alleen de tafeltjes heb ik alvast wat uit elkaar gehaald. Maar ik denk dus dat ik de tafeltjes nu eventjes weg ga halen. En eerst staat weer een romcom op. Dat is echt mijn guilty pleasure hoor. Eerst die tv-kast zeg maar deze kant op schuiven. En dan denk ik dat ik die iets meer deze kant op schuif. En de bank weer iets meer die kant. Zeg maar naar mij toe. En dan misschien dat ik het bureau in de hoek zet. Maar ik moet eventjes gaan kijken hoe ik dat ga oplossen. Want dit... Even kijken wat Luna aan het doen is er. Luna! Oh. Lege verpakking van pannenkoeken aan het snuffelen. Want dit gaat dus niet werken. Dus, moet even iets anders bedenken. Naast het even lunchen, het briljante idee om even naar buiten te gaan. Want het is super mooi weer, dus ik ben even wezen wandelen. Een klein ommetje en nu is het bijna 4:30 en heb ik zoiets van... Yes, ik ga er weer tegenaan. Dus, ik ga beginnen met de tafeltjes denk ik. En dan zal ik het wel weer zo zetten dat ik er een timelapse van maak. Dus, ik ben benieuwd hoe ver ik ga komen vandaag. Het is dinsdagavond rond 10:30 en we zijn goed bezig geweest. Ik zeg we, want Mico kwam om 4:30 thuis of zo. We hebben nog wat dingen samen gedaan. Het staat zoals we het bijna zoals we het willen hebben. Ik heb niet alles meer getimelapsed omdat mijn telefoon ook bijna leeg was. En daarna ben ik het gewoon weg vergeten. Ik zal op het moment dat het ook opgeruimd is wel een overview geven van hoe het nu staat. Want de meubels staan. Maar daar is dan ook alles mee gezegd, zeg maar. Het is nog niet helemaal opgeruimd en dan vind ik het niet leuk om een overview te geven. Dus dat. Verder heb ik een leesupdate. Want ik ben vandaag begonnen in mijn buddy read met Laura. En ik kreeg van Laura, Laura Lees BE, al bericht dat ze al 2 mijlpalen heeft gelezen. Dus die heb ik net ook gelezen. We zijn nu op pagina 99 van boek Jeugdzonde. En ik moet zeggen dat het erg goed begint. Dus ik heb hier hoge verwachtingen. Kijk, ik vond Kustmoorden een van de beste boeken die ik ooit heb gelezen. En toen kwam... Oorverdovend uit, ook van James Patterson en J.D. Barker. En dat vond ik een van de slechtste boeken die ik ooit heb gelezen. Dus ik was heel benieuwd naar deze. Ik wilde ze echt nog wel een kans geven, want ik vind het beide goede schrijvers. Al heb ik van James Patterson trouwens nog nooit echt een boek gelezen, van J.D. Barker wel. Maar ik vond gewoon de Kustmoorden vond ik echt fantastisch. Dus ik dacht van nou, met Oorverdovend hebben ze echt volledig de plank misgeslagen bij mij. Maar ik wil de Jeugdzonde wel graag lezen. En hij begint goed. Het boek begint goed. Dus ja. Ik ben voorzichtig positief. De hoofdstukken lezen weer vlot. Ik heb in een uurtje denk ik de 2 mijlpalen uitgelezen. Tijdens Utrecht-Spakenburg.
Fantastische wedstrijd trouwens, als jullie hem hebben gezien. Maar, Coco, wat ben je aan het doen? Nee, het is niet de bedoeling dat je die schermen omgooit. Het bureautje staat nu in de hoek. En de katten die vinden alles wat anders staat nu heel interessant. Dus die zijn alles aan het verkennen, zeg maar. En Coco die nokte dus net bijna het computerscherm van het bureautje af. Coco! Wacht. Cocootje! Wat ben je aan het doen? Oh, ze is achter het gordijn verdwenen. Coco? Nou ja, dat dus. Maar ik ben voorzichtig positief over het boek. Volgens mij was ik daarover aan het praten. het begint goed. Korte hoofdstukken. Het leest vlot. Goede schrijfstijl. Het begint meteen spannend. En hier en daar ook weer van die hints. Van dat komt later terug in het verhaal, weet je wel. Je bent meteen invested in het verhaal. En dat vind ik erg goed gedaan. Even kijken. Ik ga denk ik de achterkant even voorlezen waar het over gaat. Tijdens een eerste avond bij het politieteam van Detroit wordt Walter O'Brien naar een plaatsdelict gestuurd. Een doodsbange jonge vrouw zit weggedoken onder de wastafel. De spiegel is aan gruzelementen. Op het bed ligt een man die overduidelijk geen natuurlijke dood is gestorven. Tijdens de terugrit naar het bureau weet de vrouw te ontsnappen. Ze verdwijnt spoorloos. Het is voor de politie onmogelijk om de zaak af te sluiten en voor O'Brien om haar te vergeten. Je kan er hier gewoon uit, hoor, Kokeltje. Jaren later is de inmiddels ervaren O'Brien gepromoveerd tot rechercheur. Hij is nog altijd gefascineerd door de vrouw die hem destijds door de vingers glipte. Dan blijkt dat hij niet de enige is die op zoek is naar de vrouw, die nu de naargeestige bijnaam de Zwarte Weduwe draagt. Langzaam legt hij een reeks dodelijke geheimen bloot die weliswaar niet in Detroit is begonnen, maar als het aan O'Brien ligt, daar wel degelijk zal eindigen. Heel benieuwd. Heel benieuwd. Ja. Begint in ieder geval goed. En de tekst op de cover zegt: als beginnend politieman liet je haar ontsnappen, nu kleeft het bloed van haar slachtoffers aan jouw handen. Kokotje. Kokotje. Kom je er niet meer af, meisje? Het is even anders, hè? Het staat allemaal anders nu. Kom maar. Goedemorgen allemaal. Het is. Mijn capuchon zit niet goed. Het is zondag. En ik ben onderweg om broodjes te halen. Ik heb de afgelopen dagen niet gevlogd. Omdat het gewoon heel druk was. Woensdag naar kantoor. Nee, dat is niet waar. Woensdag thuis gewerkt. Donderdag naar kantoor. Vrijdag. Naar Mandy geweest, naar Den Bosch, was heel gezellig. En gisteren ook een hele drukke dag. En nu vandaag. Ik vind het zo weird om in het openbaar te vloggen. Ik voel me echt een beetje ongemakkelijk. Maar
Vandaag gaat Miek wel naar zijn ouders. Dus ben ik een dagje alleen thuis. Gaan wel even samen ontbijten zo. 12 uur wordt hij opgehaald door zijn ouders. Het is nu 10 uur. Ik was hem achteral wakker. Ik heb lekker vlogs zitten kijken van Day en van Hilly Billy Beauty. En het is wel leuk, want Hilly Billy Beauty had... Hilde had in haar vlog een beetje een rondleiding door de winkel gedaan. En volgens mij werkt zij bij... Ik weet niet of ze ook nog in de stad werkt, maar volgens mij werkt zij ook sowieso bij de mall. De Westfield Mall. En daar gaan Michelle en ik 31 maart heen. Dus daar hebben we echt wel heel erg veel zin in. Maar verder ben ik vandaag dus alleen thuis. En ik ga dus verder met Missy woonkamer. Dus we shall see. En ik heb nog leesupdates, maar die krijgen jullie straks. Loop ik weer. Ik heb net de boodschappentas thuis gedumpt. Maar ik ben wat vergeten en dat is best wel belangrijk. Want ik ga dus vandaag verder met de woonkamer. En dat betekent ook weer dingen weggooien. En als je dingen weg wil gooien, heb je vuilniszakken nodig. En die zijn bijna op. Dus die moest ik ook halen, maar die ben ik vergeten. Dus ik loop er even terug. Gelukkig is het maar minder dan 10 minuutjes lopen. Dus het is op zich ook wel redelijk oké weer. Dus ik ga vandaag ook mijn TBR, mijn wrap-up en mijn boekhaul filmen, denk ik. Sorry dat die nog niet online... Ja, ze staan waarschijnlijk wel online als deze vlog online komt. Maar ze zijn wat later online gekomen. Of in ieder geval mijn TBR is wat later online gekomen. Normaal upload ik vrijdags natuurlijk. Maar ja, ik was vrijdag de hele dag... In ieder geval de hele middag in Den Bosch. En donderdag de hele dag op kantoor. Dus ik had geen tijd om te filmen. Ik kan wel zeggen, ik had geen tijd om te editen. Maar ik heb de hele video nog niet gefilmd. Dus dan... Heeft edit ook niet zoveel zin. Dus ik ga straks mijn TBR filmen, editen en ik denk meteen online gooien. Maar we zien wel even. Ik heb in ieder geval voor mezelf besloten dat ik mijn TBR en mijn wrap-up uiterlijk de 10e erop heb willen staan. Dus dan heb ik tot volgende week vrijdag. Ja, nou ja, deze vrijdag als jullie de vlog kijken. Maar het komt vast wel goed. Dus ik loop weer even naar Spar. En dan zullen jullie wel zien of het me lukt vandaag om een overview te kunnen geven van de woonkamer. Want ja, helemaal opgeruimd zal het waarschijnlijk niet worden vandaag. Ik moet ook wel een beetje rust houden, want ik merk dat ik mezelf best wel aan het voorbijrennen ben. Maar hier heb ik gewoon zin in, dus ik ga mijn best doen en we kijken wel hoe ver we komen. Hoi allemaal, ik ga niet zeggen welke dag het is, want ik schaam me een beetje. Maar ik moet de vlog nog afsluiten en jullie leesupdates geven. Dus vorige week ben ik in jeugdzonde begonnen. Toen zijn we daar gekomen, ongeveer op de helft. En ik vond hem dus best wel goed starten, veelbelovend. Maar naarmate ik aan het lezen was... Ik zei tegen Laura, waarmee ik aan het buddyreaden was... Ik zei van het lijkt wel alsof Barker en Patterson gewoon het zo groot willen maken... Dat ze gewoon volledig de plank misslaan. En dat is jammer. Want. Of dat ze weer volledig de plank misslaan. En dat is jammer. Want er zijn gewoon heel veel losse eindjes. Waarvan ik echt zoiets heb van. Nou, ik zou het heel knap vinden als ze hier een verhaal van kunnen maken. Maar op een of andere manier ben ik nog wel zo nieuwsgierig dat ik door wil lezen. Plus, als ik heel eerlijk ben, ben ik al op de helft. En vind ik het eigenlijk zonde om hem nu te DNF'en. Omdat ik hem. Dan, ja, ik heb nu gewoon zoiets van, ik ga hem wel gewoon verder lezen. Maar ik had even zoiets van, gaat het weer een oorverdovend verhaal worden? Het is wel beter dan oorverdovend, dat wel. Want oorverdovend was gewoon raar. Dit is ook vreemd, maar het is iets minder vreemd. Het is zo random wat ik nu aan het vertellen ben. Ik ga even kijken waar ik toen was, zeg maar. Dat ik, even kijken. Toen de week eindigde. Ja, je leest zeg maar vanuit nu en vanuit vroeger. En oh ja, ik was trouwens al begonnen met vlog editen. En toen kwam ik erachter dat ik de clip waarin ik over jeugdzonde ben gaan vertellen. Gewoon heb afgekapt omdat Coco in de gordijnen zat. Vervolgens was afgeleid door de katten en er nooit meer op terug ben gekomen. Maar
ja, jeugdzonde. Ik heb wel verteld waar het over ging. Maar jeugdzonde, het wordt verteld vanuit de tegenwoordige tijd, zeg maar. En de tijd dat het allemaal zich afspeelt. En ik heb dus het gevoel dat in de tegenwoordige tijd hij nog steeds achter die vrouw aan zit. Dat weet je niet helemaal 100% zeker. Maar je komt wel langzamerhand achter bepaalde dingen. Op het moment dat hij in tegenwoordige tijd leeft. Die stukken is hij geen politieagent meer. Dus ja, daarin heb je ook zoiets van wat is er gebeurd? Waarom is hij geen politieagent meer? Maar waarom heeft hij nog wel een groepje om zich heen die nog steeds zoeken naar die vrouw? Het is gewoon heel weird. Net zoals zeg maar de doodsoorzaak van de mensen die vermoord worden heel weird is. Want het lijkt erop alsof ze allemaal natuurlijke dood zijn gestorven. Wat natuurlijk niet zo is. Dus het is weer een beetje science fiction-achtig. En ook weer niet. Het is gewoon weer een weird boek. Maar ik ga wel doorlezen. Dus ik was aan het eind van de week hier op de helft. Ik heb nog een lezerdate. Ik ben namelijk vorige week begonnen in De Dochters van Fontana. Het boek wat ik van Chrissy heb gekregen. En ik heb hem ook al uit. Dit boek gaat over de... Ja, hoe ga ik het zeggen zonder spoilers te geven? Ik ga gewoon de achterkant even lezen. Had ik het al gedaan in deze vlog? Vast niet. De bijna 80-jarige Paulina Fontana, bij iedereen bekend als Poppy, neemt haar achternichtjes Emilia en Lucy mee naar de Amalfi-kust om haar geboorteplaats te bezoeken. Poppy weet zeker dat ze op de trappen van de kathedraal van Ravello eindelijk de liefde van haar leven zal ontmoeten en daarmee de vloek van de familie Fontana zal doorbreken. 200 jaar geleden zou Filomena Fontana een vloek hebben uitgesproken. Geen enkele tweede dochter van de Fontana-familie zou ooit haar grote liefde kunnen vinden. En inderdaad is sindsdien geen enkele tweede dochter gelukkig geweest in liefde. Tijdens hun reis vertelt Poppy de nichtjes over hun lange, rijke familiegeschiedenis vol groepenwaarde geheimen en verboden liefdes. Emilia en Lucy, net als Poppy allebei tweede dochters, raken langzaam in de ban van het betoverende Italië en beginnen voorzichtig te dromen over wat ze dan tot dan toe voor onmogelijk hadden gehouden. Zal de liefde hen toch weten te vinden? Ik vond het een heel leuk boek. Ik heb hem 4 sterren gegeven. Ik denk dat het 4,5 is. Je leest vanuit Poppy en vanuit Emilia, een van de achternichtjes. En het is gewoon zo leuk, want de stukken die je vanuit Poppy leest zijn de stukken van vroeger. En de stukken die je van Emilia leest zijn de stukken die nu afspelen. En dat vind ik gewoon heel tof, want ik hou van die verhaallijnen die door elkaar gaan. En die zeg maar uit elkaar liggen en dan steeds dichter naar elkaar toe groeien. En ja, ik vond dit gewoon een heel leuk ontroerend verhaal. En was een hele goede keuze, Chris. Want ik heb er echt heel erg van genoten. En ik had hem in 2 dagen had ik hem uit. Dus zeker een aanrader. Het is een roman. En dat is voor mij behoorlijk uit mijn comfortzone. Want ik lees niet veel romans. Maar ik vond deze echt heel erg mooi. Ik heb hem ook deels geluisterd, want hij is er ook als luisterboek. En dat vind ik sowieso wel prettig als ik op weg ben. Dus ik heb hem deels geluisterd en deels gelezen, maar ik vond hem echt top. Dat waren mijn leesupdates van afgelopen week. Dat betekent dat ik de vlog ga afsluiten en waarschijnlijk ook meteen een nieuwe vlog ga beginnen. En dan zie ik jullie weer bij de volgende vlog. Vond je het een leuke vlog? Doe dan even je duimpjes omhoog. Ja, sorry dat het de afgelopen tijd een beetje weinig dagen zijn die ik vlog. Maar het is gewoon even heel erg druk. En dat gaat wel weer veranderen. Het wordt wel weer iets minder druk. Maar ja, dat is de reden zeg maar dat ik af en toe gewoon niet vlog. Dus ik hoop dat jullie de vlogs nog leuk vinden. Vind je het leuk, laat het dan even weten. En ben je nog niet geabonneerd, zou ik leuk vinden als je abonneert. Want ik ben wel van plan om gewoon door te blijven vloggen als jullie dat leuk vinden. Want ik vind het zelf wel leuk om te doen. Alleen soms dan... Ja, heb ik er niet zoveel zin in of dan ben ik gewoon moe of dan is de dag alweer voorbij en dan denk ik, ja, oh, oeps, ik heb niet gevlogd. Maar ja, ik hoop dat jullie dat niet heel erg vinden. Dus bij deze sluit ik dan de vlog af en dan zien jullie me weer bij de volgende video. Doei doei!